Ik ben Luc Collimo, ik ben maag-en-darmspecialist en ben bijna 60 jaar en ik heb enkele weken geleden besloten om het ziekenhuis achterwege te laten en mij fulltime te gaan inzetten voor de VZW, stopdarmkanker. Weinige mensen weten waarschijnlijk dat vandaag, iedere dag in Europa, 580 mensen sterven aan darmkanker. Dat zijn twee vliegtuigen die iedere dag neerstorten met passagiers met darmkanker. Ik denk dat weinig mensen weten dat er eigenlijk een heel eenvoudige, simpele, sorry voor het woordgebruik, maar een poepsimpele test bestaat om vroegtijdig darmkanker op te sporen. Af en toe zijn er spoortjes bloed in de ontlasting aanwezig die je met het blote oog niet kan vinden. Maar met een heel eenvoudige test die je zelf in je eigen badkamer kan doen, kan je dat wel opsporen. Er is ook goed nieuws van darmkanker. Wist u dat als u darmkanker in een vroegtijdige fase vindt, dat u meer dan 90% kans hebt om er volledig van te genezen? Waarom zouden we nu moeten investeren in preventie? Laat ons het voorbeeld van darmkanker nemen. Stel dat we meer budget hebben om meer voorlichting te geven, om meer acties te geven, dan gaan we ongetwijfeld, dat gebeurt niet al met het bevolkingsonderzoek, meer mensen in een vroegtijdige fase vinden. Die mensen zullen moeten geopereerd worden, maar die zullen geen dure chemotherapie nodig hebben. Wist u dat de overheid van het gezondheidsbudget 97% besteedt aan therapie? Dat er maar slechts 3% overblijft voor preventie. Stel dat we de overheid zover krijgen dat we van die 3% geen 6% maken, maar 5% maken. Dat we 5% van het gezondheidsbudget besteden aan preventie. Dat zou onmiddellijk op korte termijn grote, gunstige gevolgen hebben voor alle mensen in Vlaanderen, voor alle mensen in België. Dat is ook een oproep aan de minister. Laat ons dat budget van preventie verhogen en een eerste stap van die 3% 5% maken. Samen sterk, niet alleen tegen darmkanker, maar ook tegen hele vele andere ziektes.